Deze beschouwing die gaat over de toespraak die Mark Rutte heeft gehouden. op 16 maart dit jaar. En dat was week 12. Dit is de kalender van 2020. Hier zie je maart 2020. Maandag 16 maart. Dat is week 12. Zie je dat? Onthoud dat weeknummer. Dat wordt straks heel handig als ik je ga uitleggen wat voor een afschuwelijke man Mark Rutte vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt een afschuwelijke man. Luister maar even naar hem. Ik wil aan het begin van deze toespraak. Mijn medeleven uitspreken met de families van de mensen die inmiddels aan het virus zijn overleden. Kijk, deze uitspraak deed hij op 16 maart. Die maandag. Ik heb hier de cijfers van het CBS. En hier zie je de sterftecijfers van Nederland. En dan hier de kolom totaal. Oep, 2019, 2020 en het verschil. En dan daar die categorieën. 0 tot 65, 65 tot 80. En 80 jaar en ouder. Nou, we zien dat tot en met week 11 er vergeleken met vorig jaar. 738 mensen minder zijn gestorven. Dat is een goed teken, lijkt mij. En dat is verdeeld over die drie leeftijdscategorieën. Namelijk de categorie van 0 tot 65. 251 minder, dat is mooi, ja. En de categorie van 65 tot 80. 113 minder, dat is ook mooi, ja. En dan vooral de hele oudjes. Een stuk minder. Hè? Dus. De eerste elf weken van 2020. Dat was een goed jaar voor die oudjes. Uh, uh, een goed stukje van het jaar voor die oudjes. En Mark Rutte die... Heeft medelijden. Uh, maar met wie eigenlijk? Iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is, wens ik veel beterschap en sterkte toe. Uh, Mark, in de eerste elf weken van 2020 is er dit aantal mensen minder overleden waarvan 374 80 jaar en ouderen. Wat is het probleem? Waarom hou je deze toespraak? En ik wil me richten tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ik realiseer me dat u grote zorg hebt. En daarom wil ik u zeggen dat het onze absolute prioriteit is. De risico's voor u zo klein mogelijk te maken? Nou, dat is hem goed gelukt. Uh, want met deze toespraak van hem kwamen deze cijfers naar voren. Namelijk in een periode van 7 weken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weken. In een periode van 8 weken. 9000 meer doden dan vorig jaar. En dan voornamelijk in de categorie ouderen. 80 jaar en ouder. Namelijk bijna 6000. Dus, wat wil Mark Rutte nou zeggen? Dat hij een ramp heeft voorkomen. Ja, ja. Met al het nieuws uit binnen- en buitenland, met alle gebeurtenissen die elkaar in razend tempo opvolgen, is het volkomen logisch dat er heel breed in de samenleving zorgen leven. Dit was een inhoudsloze zin. We zitten allemaal met vragen. Ja, ik ook. Bijvoorbeeld mijn, mijn vraag is, waarom loop je moeilijk te doen over het feit dat in de eerste elf weken... Hier in Nederland zijn er 738 mensen meer, minder zijn overleden dan vorig jaar. Wat is daar het probleem mee? Waarom hou jij een toespraak op tv? Wat kan ik doen om mezelf en de mensen om me heen te beschermen? Te beschermen tegen wat? Op dit moment dat hij deze preek houdt. Zijn er 738 mensen in Nederland minder overleden. dan vorig jaar in dezelfde periode? Hoe zit het met school en werk? Kan... Nou, dat weten we, hè? Want school werd afgeschaft en werk werd moeilijk gemaakt. Een kinderfeestje nog doorgaan? Nee, dat mag niet meer, hè? Een familieweekend? Nee, dat mag niet meer, hè? De bruiloft. Nee. Dat mag het dit niet meer hè? Eigenlijk allemaal duren. Nee. Want dat mag allemaal niet meer. Ja. En dat al die dingen niet meer mogen heeft geleid tot 9243 doden. Waaronder 5979 hoogbejaarden. Opmerkelijk is dat in week 20 de golf voorbij was en dat wij weer normaal zijn in die zin dat we niet meer zo frequent doodgaan als in 2019. Dus nu hebben wij in 1, 2, 3, 4, 6 weken tijd weer ja, minder dan vorig jaar. En we zijn nog een beetje aan het bijkomen. Hier waren we heel lekker bezig. Dat scheelde gemiddeld toch al zo'n 70 doden per week. En nu... Ja, minder 50 doden per week of zo. Dus nu komen we weer een beetje terug. Maar dankzij die fijne toespraak van meneer Rutte... is dat het saldo... Waarvan 5.979 bejaarden. Alsjeblieft, dankjewel meneer Rutte. welke partij was je ook alweer? En waarom neemt het ene land andere maatregelen dan het andere land? Oh. Nou, het lijkt mij dat je, als je maatregelen treft, dat je dat per land bepaalt. Kijk, als wij een berberbevolking zijn in de Himalaya. Dan zitten we gemiddeld op 1500 meter afstand. Dus wat maakt een anderhalve meter dan uit? Waar hij op oogt, is dat hij vindt dat wij moeten vinden. Dat je maatregel die je gaat treffen, terwijl er in Nederland helemaal geen doden zijn, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, minder dan vorig jaar. Dus waar heb je het over? Hè? Nee, dan gaan we wereldwijde maatregelen treffen. Al die maatregelen moeten hetzelfde zijn, want dan zijn ze goed. In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht. En is een mening ook snel gegeven? Dat was even een leugen. Nieuws en informatie zijn sneller dan het licht. Dat is een leugen, dat is een grapje. Hij is, uh, hij is de broer van Hans Thebe, vandaar ja. Ik begrijp dat. Maar het antwoord op alle vragen die leven begint bij de kennis en ervaring van de deskundigen. Wat zei die nou? En nee, nu gaan we lachen. Ik heb nog een pot thee, hè? Ik heb mijn koffie bijna op. Dus... Wat zei die nou? In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht. Dat is niet waar. En is een mening ook snel gegeven? Dat is in het algemeen zo bij een mening. Ja. Ik begrijp dat. Wat, maar het ja. antwoord op alle vragen die leven. Het antwoord op alle vragen die leven. Begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Het antwoord op alle vragen die leven. Begint bij de ervaring van de deskundigen. Ja. Ja, 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 ja. Nou, bijvoorbeeld de deskundigen van het CBS. En die hebben geteld hoeveel mensen er gestorven zijn. En die zeiden, nou, in de eerste elf weken. We zitten hartstikke goed. Als dit zo doorgaat, dan. Uh... Ja, dan nee, hebben we dit jaar, 2020, echt een uh, winner. Mooi, een jongen. Uh... Nou, de eerste 11 weken is dat 738 en uh, nou, dat keer 5. Nou, dan hebben we dit jaar toch uh, nou, dik 3000 minder doden dan vorig jaar. Wat bedoelt hij dat met deskundigheid? Dat je kunt rekenen? Dat je weet dat 10 min 3, dat dat 7 is? Is dat deskundigheid? Welke deskundigen? Laat ons daaraan vasthouden. Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega's binnen en buiten het RIVM. Jaap van Dissel. En zijn collega's binnen en buiten het RIVM. Ja, en heeft die Jaap van Dissel ook collega's bij het Centraal Bureau voor de Statistiek? Zodat hij tegen zijn collega VVD-ambtenaar kan zeggen. Nou, tot nu toe is er helemaal niks aan de hand. Virologen, intensive care artsen en andere specialisten. Virologen, intensive care artsen. De eerste 11 weken waren er 738 mensen minder. dan vorig jaar. afhankelijk van virologen en IC-artsen. In 2019 was het een stuk erger. In 2019 gingen er in die periode. bijna 20.000 mensen in die hoge categorie. van Weilenstein. 19.924. Terwijl dit jaar is dat 19.550. Nou, dan kunnen al die artsen en die virologen. die kunnen lekker met hun brunettes naar een zeilschip gaan. en naar de Bermuda's gaan varen. Dus er is helemaal niks in de hand. Punt. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest. voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. En dat is belangrijk. Dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen. Dat is de enige verstandige manier om verdere stappen te kunnen blijven zetten die nodig zijn. Stappen die onvermijdelijk op ons afkomen, dat kan niet, hè? Stappen die onvermijdelijk op ons afkomen. Of hij bedoelt, het zijn geen stappen die wij zetten. Nee, een andere partij gaat stappen zetten. Ja, inderdaad. En die stap die ze zijn gaan zetten... die heeft dit aantal 9.243 dode mensen opgeleverd. Waarvan 5.979 hoogbejaarden. Dankjewel, meneer Rutte. Want ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Um, tot en met week 11 was het aantal overleden Nederlanders 738 minder dan vorig jaar. En hoe weet meneer de viroloog Mark Rutte dat het coronavirus gaat blijven? Wat bedoelt hij nou? Toen die schokgolf in sterftegevallen. in een week of acht voorbij was. en we hadden die 9243 dode Nederlanders geteld. Vanaf dat moment ging het weer goed, zie je dat? 57 minder in week 20. 109 minder in week 21. 15 minder in week 22. 67 minder in week 23. Week 24 was een pechje. Maar die werd weer gecorrigeerd met 26 minder in de week Na, Mark Rutte weet het hoor. Mark Rutte zit erin. Die zit in dit spel. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. Er is helemaal geen moeilijke situatie. Wat is er moeilijk aan het feit dat er 738 mensen in Nederland minder zijn gestorven dan in dezelfde periode vorig jaar? Wat is er moeilijk aan? Of beschouw jij dat als probleem, meneer Makroto? De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Ja, ja. En dat virus heeft tot en met week 11 ons helemaal niks gekost. Hè? Tot en met week 11 hadden wij geen last van het virus. Toch? Laat maar even luisteren naar meneer Rutte. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Ja, dus hij wil zeggen dat hij dit allemaal doet om die kwetsbare ouderen te redden. En wat hij heeft veroorzaakt is dat met name van die kwetsbare groep er 5.979 het loodje hebben gelaten. W waar is die man mee bezig? Kijk, mijn levenscategorie, die zit hier. Wij hebben 500 meer doden in 2020 dan in het jaar daarvoor. 500, That, that's it. Maar die oudjes, dat is meer dan 10 keer zoveel. Elf keer zoveel. En die zijn gered met die maatregelen die ingingen op week 12... en waarvan de uitwerking doorgedenderd heeft tot en met week 19... Dankjewel meneer Rutte, van welke partij was je ook alweer? Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen, dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen en in die tijd moeten we mensen die een groot risico lopen zoveel mogelijk afschermen. Ja, dat hebben ze gedaan. En dat heeft dit aantal doden opgeleverd. En dit aantal, dat waren dan de hoogbejaarden: 5979. Ik ga afsluiten, ik laat als laatste nog even zien de grafiek van John Postpercol. En dit zijn de sterftecijfers per regio, per land. Dus Oostenrijk, België, Denemarken, Engeland en Wales. Engeland en Wales. Fra Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en New York City. En je ziet duidelijk. Dat iedere sterftegolf begint met het afkondigen van de afsluitingen. Regio's werden afgesloten. Bij mij op het werk, daar mag niemand meer naar binnen, behalve de meest noodzakelijke mensen of arbeiders. Voor de rest mag niemand daar naar binnen. Dat is mijn werk. En dat geldt voor de bejaardenzorg ook. Dat is de lockdown. En je ziet dat in die landen die hier dan geteld zijn, dat overal de sterfte begint vlak na de lockdown. En heftig. Precipitous is het Engelse woord. Hier staat het. You will notice that only after each country or city was locked down did the increases, dat is de toename van de sterfte, the increase begin. Moreover, They began immediately, dat betekent onmiddellijk. And in nearly every case precipitously. En precipitously betekent uh, hevig, stijl of strak of onmiddellijk. En dan hier de verklaring per land. Daar zit Nederland ook nog bij. En hier heeft hij de datum niet helemaal goed. Maar dit weer wel. De, de lockdown begon op 12 maart. Escaleerde op 15 maart, dat was die zondag, klopt. En zo hebben ze ons kapot gemaakt. Leuk, hè, overheid? Zullen we volgend jaar weer naar de stembus gaan? Ja, waarom niet? Hoe zal het dan? Waar zal het volgend jaar om gaan? De homoseksuele ijsberen die wegsmelten op Antarctica? Of iets met pingbins? Er is nu ook al van die reclame die ik dan zie via Facebook. Dat Greenpeace. die wil ook een stukje van de taart. Want uh, kijk, wij hebben dan. bijna 10.000 van die oudere mensen. Uh, alles bij elkaar, zo weet je dat. die. die dit zijn dan maar de gegevens die je dan nu hebt. Misschien zijn er nog wel meer. Weet jij veel. Maar uh, reken maar op uh, dit getal in totaal. Bijna 10.000 mensen. Weg. En daarbovenop krijgen wij een, uh, een rekening gepresenteerd: van Mark Rutte en zijn boevenvrienden. En die rekening die bedraagt 10 miljoen euro per overledene. Ze hebben die maatregelen afgekondigd. Dat kostte 9.000 dode Nederlanders. En wij gaan 9, bijna 100 miljard, maar 90 miljard dokken aan het steunfonds. Het is crimineel. Meer heb ik er niet uh, aan toe te voegen. Meneer uh, Mark Rutte. Dit is de CBS-website, Stadlijn. Overledenen, geslacht en leeftijd per week. Dat ik het even weet. Dit is het artikel van John Boskopol. En dit is hoe ik er achter kwam. En dat is via lourockwell.com. Het artikel van John Poschopol was van 23 mei. Jojo. Leuk hè? Maak route. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ga mij nijdig maken over mijn volgende rand. Rand. Scheldpartij. Mopperen. Ja, ik heb helemaal geen last van die lockdown. Dus. Ik mag niet klagen. Punt. Dus dan doe ik het ook niet. En Mark Rutte is een gemene, achterbakse man. Met een hele andere agenda dan jij denkt. Want Mark Rutte werkt voor de universele kerk. Mark Rutte is voor de homo-acceptatie. Ja, maar Piri, ben je dan anti-homo? Nou, ik ben anti-pro-homo. Ik weet dat homoseksualiteit, dat dat in de jaren negentig is gemeten als een hele belangrijke parameter voor minder dan twintig uh, ja, tot dertig jaar. Uh, een lange leven. Dus je ging er 20 tot 30 jaar eerder dood aan. En om die reden vind ik dat je homoseksueel gedrag niet moet stimuleren en niet moet accepteren, want mensen gaan er eerder dood aan. Dat was in de jaren 90 zo. Ja, wat zal ik dan zeggen? Huh? Dus uh, beticht mij niet van homofobie. En ik kan me goed voorstellen dat als je een ouder bent en je kind komt thuis en dan vertelt tegen je: Ik ben uit de kast gekomen en ik ga dat doen met oom Hendrik. Dat je niet blij bent. Snap je? Tot de volgende. Doei.